Het Dorpsmuseum heeft een wel heel bijzonder kerstcadeautje gekregen. Een kerstvoorstelling eigenlijk, de aanbidding van de koningen van Dirk van Hoogstraten. We zien de drie koningen, Balthasar, Melchior en Caspar, die eigenlijk geschenken aanbieden aan het Christuskind. En vol eerbied eigenlijk bidden voor het Christuskind. In een stal natuurlijk, dus echt een kerstvoorstelling. En van Dirk van Hoogstraten is niet zoveel werk bekend. Dit is het eerste schilderij van hem dat we in het museum hebben. Ja, is een prachtig schilderij. Dat we op een veiling in Parijs wilden verwerven. Het was bekend dat het in de verkoop ging. En we vonden het wel heel erg leuk als stichting van de familie om een stukje erfgoed te kunnen verwerven. Het 16e eeuwse doek is in bruikleen gegeven door nazaten van de schilder. Ik denk dat ik wel in een rechte lijn een afstammeling ben van deze schilder Dirk van Hoogstraten en dus ook van Samuel van Hoogstraten. Uw verre voorvader heeft het gemaakt, dan via allerlei omwegen komt het dan weer bij de familie terecht. En dan, ja, u geeft het niet echt weg, maar u leent het uit, hè? Ja, daar hebben we even over gedacht, want we waren natuurlijk heel blij dat we het hadden. Maar het is een schilderij dat je niet alsmaar aan je eigen muur wilt hebben hangen. En ik dacht, Dordrecht is de stad van deze schilder. Hier hangen in dit museum ook de Samuel van Hoogstraten. Ik vond het eigenlijk veel leuker dat het schilder en mijn broer ook, dat het aan het publiek getoond zou kunnen worden. Want Dirk, de schilder, was de vader van Samuel, ja. En dat was weer een Rembrandt-leerling. Ja. Goed, maar dus die Dirk is overleden en toen is Samuel een leerling van Rembrandt geworden. Goed plekje gekregen? Ja, hij hangt prachtig en hij hangt in een omgeving waar een paar Samuels ook hangen. En hij hangt naast een Rembrandt, ik bedoel, kan het mooier. En wie het doek wil zien, hoeft zich niet meer te haasten voor de kerstdagen, want het blijft waarschijnlijk nog jaren hangen in het Dordrechtsmuseum.